Bij de instorting van een vloer van de nieuwbouw van de internationale school aan de Oorschotse dijk in Eindhoven is vrijdagmiddag een man om het leven gekomen. 3 personen raakten gewond. Er wordt onderzocht hoe het lichaam van de overleden man onder het puin vandaan kan worden gehaald. Volgens de arbeidsinspectie waren 4 mensen aan het werk toen het beton van de vloer van de tweede verdieping werd gestort en de vloer naar beneden kwam. 2 van hen raakten licht gewond, 1 persoon kon onder het puin worden bevrijd en is met zwaarder letsel naar het ziekenhuis gebracht. 4 ambulances, een traumahelikopter en een hoogwerker van de brandweer kwamen ter plaatse. Ook inspecteurs van de arbeidsinspectie zijn op de plaats van het ongeluk.